Bij de HVA weten we hoe belangrijk diversiteit is. Daarom doen we ook op dat gebied veel praktijkgericht onderzoek. Hoe kun je bijvoorbeeld ouders van gezinnen met een migratieachtergrond of een lagere sociaal-economische positie helpen om hun kinderen op gezond gewicht te houden? Voorkan Guktars is vierdejaarsstudent voeding en diëtetiek aan de HVA. Jessica Bouwhuis is pedagogisch medewerker van het Groeipark, een van de voorscholen van kinderopvangorganisatie Impuls in Amsterdam-Nieuw-West. Nicole Toussaint is onderzoeker bij de HVA. Tijdens hun onderzoek gebruikten ze een toolkit met daarin 10 ouder-kindactiviteiten die een gezonde leefstijl bij peuters moet bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk fruit schillen en snijden en voldoende bewegen. De eerste reacties op de toolkit zijn positief. Het is een eerste stap op weg naar meer kinderen met een gezonde leefstijl. Diversiteit? Samen werken we aan oplossingen voor morgen.